We zijn nog niet eens 2 weken ver in dat nieuwe schooljaar, een dag of 10. En er is al best veel over gesproken, hè, over hoe lastig dat is voor jongeren om de hele tijd, soms 8, 9 uur per dag, met zo'n mondmasker op te zitten. Dat is niet alleen fysiek lastig, dat merken we zelf als we ze een paar uur op hebben, een mondmasker. Maar ook mentaal weegt dat op die jongeren. En Boudewijn Catrie van Cienzano toonde daar gisteren begrip voor, maar hij zei ook dit. Het mondmasker zou ik zeker niet laten vallen. Er is voldoende bewijs om aan te tonen. En ook in de tweede golf heeft men gezien dat het mondmasker effectief in België, denk ik, een goed effect heeft gehad. Er is zeker geen regel om het mondmasker te laten vallen. Wat wel moet gebeuren, is het dragen daar waar het nuttig is. Zodanig dat het blijft gerespecteerd worden en geen onnodige last met zich mee draagt. Koen van Kerkhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijsvakbond, de Christelijke Onderwijscentrale. Dragen daar waar het nuttig is. Hoe staan jullie daar tegenover mondmaskers voor iedereen op elk moment in de klas? Wel, wij hebben altijd het standpunt ingenomen dat wij ons laten adviseren door experten. En de experten ter zake, die zeggen heel duidelijk dat het dragen van een mondmasker wel degelijk een beschermingsmiddel is. Dus wij blijven achter het dragen van het mondmasker ook staan. Mm-hmm. Waarom is dat? Omdat in die klassen, de klaslokalen zoals we ze vandaag kennen, het modale klaslokaal, dat is een lokaal waar leerlingen niet op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. Wanneer we dus die 1,5 meter gaan inkorten, dan is de logische consequentie dat je dat mondmasker ook moet dragen. Mm-hmm. Er zijn geen 5 alternatieven. Laten we alsjeblieft de experten, de adviezen van de experten ook volgen. Wanneer we dat masker niet meer zouden moeten dragen in het klaslokaal, dan is er maar 1 alternatief. En dat is de social distancing. Ja. Maar dat betekent dat maar de helft van de leerlingen ook naar school kan komen. Dan spreken we over afstandsonderwijs en dan komen we in een model terecht dat je ook in vraag kan stellen voor wat betreft de kwaliteit van onderwijs. Ja, dan keren we terug eigenlijk naar een stuk hoe het in de lente was. Van leerkrachten hoor ik, het is moeilijker om met een mondmasker les te geven, want je mist een stuk van die interactie. Voor leerlingen is het ook gewoon een heel erg lange dag. 8 uur, zo'n mondmasker enkel in de turnles, tijdens de pauzes mag het even af. Zijn daar dan geen oplossingen? Het is een terechte bekommernis. Wij hebben bij de start van het schooljaar van meer dan 600 scholen vakbondsafgevaardigden gesproken. En we weten dat dat effectief een probleem is. Het is niet aangenaam, maar het is een beschermingsmiddel. Een van de grote problemen is het goed kunnen ademen. En dat is een zorg die wij ook hebben meegenomen. We mogen ook niet vergeten dat we komen vanuit een situatie in maart, 6 maanden geleden, waarbij men ons vroeg om uit eigen labmiddelen een mondmasker te maken. Die mondmaskers die zijn er in een verschillende kwaliteit. Die kan misschien ook nog verbeteren. Maar wij vernemen ook van vele personeelsleden dat bepaalde mondmaskers, bijvoorbeeld de chirurgische, echt wel doenbaar zijn. Ideaal is dat niet, maar het ademen in zo'n chirurgisch mondmasker, mm-hmm, dat gaat op een veel vlottere manier dan bijvoorbeeld een stoffen mondmasker, ja, dat je misschien zelf hebt gemaakt. Waar pleit u dan voor? Wel, waar wij voor pleiten, het is niet echt pleiten, maar het is een concreet voorstel. Want we zijn wel bekommerd rond de zorgen die er zijn. De veiligheidsmaatregelen moeten blijven, maar wij zien een mogelijkheid om mondmaskerpauzes in te voeren. Vandaag de dag kent de school, de modale school, een 3-tal pauzemomenten op een schooldag. Huh? Voormiddagpauze, namiddagpauze en de middagpauze. Wij doen het voorstel om in functie van de risicoanalyses die ter plekke moeten worden gemaakt, erover na te denken om tussen elke 2 opeenvolgende lesuren ook een pauze van bijvoorbeeld 10 minuten te voorzien. We denken dan aan de laatste 5 minuten van het, ja, eerste lesuur, de eerste 5 minuten van het tweede lesuur. Maar dan komen we toch bij wat u net zei, die klassen zijn daar eigenlijk niet op voorzien. Is dan het voorstel om 10 minuutjes mondmasker uit te doen in de klas? Nee. In die 10 minuten gaat iedereen naar buiten. En als dat kan, ook eventjes op afstand. Ja. Op dat moment kan men verse lucht ademen en kunnen ook alle ramen en deuren worden geopend, waardoor we eigenlijk 2 voordelen bekomen. Met name dat ook het lesgebouw, de lesgangen en de leslokalen extra worden verlucht. Maar meneer Van Kerkhoven, op middelbare scholen, daar zitten vaak 300, 400, 500, 600 leerlingen samen. Als je die allemaal op 10 minuutjes naar beneden haalt en dan terug naar boven, dat lukt niet, hè? En bovendien zet je dan al die leerlingen op soms de kleine speelplaatsen samen zonder mondmasker. Ik volg die redenering helemaal niet. Ik nodig u uit om eens naar het modale leven van een school te komen kijken.
De coronasituatie die heeft ertoe geleid dat heel wat leerlingen nu op een vaste plaats in een vast lokaal blijven zitten. Maar voor de coronasituatie is het zo dat de mobiliteit tussen twee opeenvolgende lesuren zeer groot is. Ja. Er gebeuren enorm veel klaswissels. Maar dat is net wat we nu moeten vermijden, toch? Ja, maar we gaan met z'n allen naar buiten. Ja. We gaan met z'n allen naar buiten. En op de speelplaats is het toegelaten, liefst met social distancing, om het mondmasker ook af te zetten. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan een school in het centrum van de stad. Daar is die ruimte toch niet om allemaal tegelijk op de speelplaats te gaan en afstand te houden en dat mondmasker af te doen. Maar dat klopt, er zullen situaties zijn. Vandaar dat we ook spreken over lokale risicoanalyses. Er zijn situaties die heel benepen zijn. Dat geef ik ook toe. Maar wat is dan het alternatief? Als die pauze niet mag genomen worden omwille van een precaire situatie, dan is die precaire situatie er ook vandaag. Mm-hmm. Is dan het alternatief dat die leerlingen vandaag niet naar de klas mogen komen? Nee, ik hoor ook leerkrachten die zelfs vandaag al in de situatie zitten dat ze één lesuur live geven en dan het volgende lesuur digitaal moeten geven. Dat wordt toch een heel complexe puzzel om dan leerlingen naar beneden te krijgen. Wie gaat daar toezicht op houden dat bijvoorbeeld in de trappenhal dat masker nog niet afgaat? Voor alle duidelijkheid, wij hebben altijd gezegd dat wij zo een combinatie van en moeten lesgeven fysiek in de klas en digitaal lesgeven, dat we dat niet zien zitten. Nee, maar vandaar, het is in de praktijk wel op een aantal scholen het geval, hè? Dan betekent dat ook dat die scholen daarvoor gekozen hebben, in functie van de risicoanalyses die hier gemaakt zijn. Mm-hmm. Maar er is afgesproken dat in code oranje in het basisscenario het week om week is met halve klassen, precies om zo goed mogelijk nog op een kwaliteitsvolle manier te kunnen lesgeven. Mm-hmm. Wat met leerkrachten? Want u zegt vijf minuutjes van het ene lesuur, vijf minuutjes van het andere lesuur voor de leerlingen. Mogen leerkrachten dan ook hun masker afdoen en daar dan gaan tussen staan? Of hoe moet ik dat zien? De leerkrachten die kunnen inderdaad mede leerlingen begeleiden naar de speelplaats, maar zij kunnen best ook een voldoende grote afstand behouden, zoals we dat eigenlijk ook adviseren in de klas, opdat hun veiligheid maximaal gegarandeerd is. Het klinkt goed, maar is het realistisch? Dat blijf ik mij afvragen. Ik denk dat het heel realistisch is, mevrouw. Want als we kijken naar de vroegere situatie, dan is er tussen elke twee lessen effectief ook een pauzemoment. Waarom niet eens in deze situatie met z'n allen even naar buiten gaan, verse lucht happen en er dan met volle moed terug tegenaan gaan? Die volle moed, die hebben we heel erg nodig in deze periode. Koen van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale. Dank u wel in elk geval voor uw pleidooi. Het is duidelijk dat het laatste woord nog niet gezegd is over dat mondmasker, die mondmaskerplicht die er is voor tieners en leerkrachten in de middelbare school. Tijd voor het nieuws van 4.